De Haagse PVV dient een motie van wantrouwen in tegen burgemeester Van Aartsen. De gemeente zou het nieuwe adres van een weggepest homostel aan diverse media gestuurd hebben. Daarmee heeft de burgemeester volgens de partij de veiligheid van de mannen in gevaar gebracht. Van Aartsen wacht het debat in de raad af. Den Haag wil 6,5 miljoen euro besteden aan het verbeteren van het binnenklimaat en de hygiëne op basisscholen. Eerder werd al bijna 9 miljoen euro uitgegeven om 90 scholen aan te pakken. Met het extra geld kunnen nu ook de overige 60 schoolgebouwen worden verbeterd. De Haagse gemeenteraad moet nog wel akkoord gaan met het voorstel. Het Haags Historisch Museum heeft een groot restauratieproject gestart. Verschillende portretten van ambtsbekleders uit de 17e en 18e eeuw worden onder handen genomen. Volgens het museum gaat het om een unieke reeks portretten van een uitzonderlijk formaat. Bezoekers kunnen het restauratieproces live volgen in het museum.